In een mooi oud raadhuis midden in Capelle aan de IJssel is jouw restaurant. Klopt. Restaurant Perceel, bekroond met 1 Michelinster, Jos Grootscholte. Van harte welkom. Dankjewel. Je bent hier en we gaan met jou van start met het laatste eigenlijk alweer. Hè? Ja, het hoofdgerecht. Want vandaag maken ze Hollandse graankalf. We hebben gekozen voor een kalf wat ietsje ouder is. Dus wat meer smaak, wat meer structuur. En daar gaan we gerecht mee maken met eigenlijk de dingetjes die een beetje in het voorjaar in het seizoen zijn. Dus, daarbij zit wat daslook. We hebben broccoli. Die gaan we, de bovenkant gaan we salade van maken. En de steel gaan we ze geheel koken. Vervolgens gaan we die steel op de barbecue roosteren. Dus het mag best wel een beetje lekker donker worden. Er komt de crème bij van daslook. En een vinaigrette gemaakt van kalfsuur met daslookolie. Kappertjes en pinda. Klinkt goed. Het eerste wat jij gaat doen. We gaan de broccoli eerst schoonmaken. Wat we gaan doen is eigenlijk die kleine roosjes gaan we er allemaal vanaf snijden. Maar hoeft niet helemaal tot aan de kern, zeg maar. Dus die lange steeltjes mogen we aanblijven. Want die smaak heb jij niet nodig? Nou, op zich, dit is straks leuk voor het uiterlijk dat je een beetje van die uitsteeksels hebt. Als je dit op de barbecue legt, dan krijg je een beetje een soort, net even wat wilde uitziend broccoli gebeuren. Deze broccoli kern die gaan we dan blancheren in zijn geheel. En dan vervolgens eigenlijk portioneren voordat hij op de barbecue gaat. De bovenkant, de roosjes, die gaan we doordraaien. En die gaan we aanmaken met een klein beetje olie. Dat is dan de picudo olie die we daarvoor gebruiken. Omdat die net even een beetje wat meer pit heeft. En wat azijn, zodat hij ook lekker fris is. En voor de rest blijft hij gewoon rauw, die salade. Oké. Ja. Dus behoud ze bijt. Ja, zeker. En dat geeft ook een beetje een groene smaak aan het geheel. Nou, de steel is eigenlijk zo klaar om te blancheren. Altijd even goed opletten dat je dit nog even een beetje... Ja, die snij je eraf. Ja, een klein beetje eraf snijden, want die wil na het blancheren nog wel eens een beetje hard blijven. Dus we gaan dit ongeveer een minuut of 8 à 10 blancheren. Ligt een beetje aan de grootte van de stronk. Ja, ja. En dan even goed checken wel of die harde stukjes er allemaal goed vanaf zijn. Je vertelde een iets oude kalf. Waarom? Juist omdat hij net even wat meer smaak heeft. Voor ons hoeft het allemaal niet zo babyzacht te zijn of zo super mals, wat natuurlijk wel mooi is. Yeah. Maar ik vind het belangrijk dat een product veel smaak heeft. En dat is bij dit kalf aan de hand, om het zo maar te zeggen. Wat we doen is eigenlijk, de ribeye bestaat uit min of meer twee delen. Eigenlijk het laatste deel van de lende, of het eerste deel, omdat hij een beetje voor in het kalf zit. En een gedeelte met wat vet en een beetje pezig is dat, maar dat is wel helemaal vet dooraderd. Wat we gaan doen is dat vetgedeelte hebben we losgesneden. Mm-hmm. En die hebben we opgebonden en 3 uur lang gegaard in de ruinen. Oké, en welke temperatuur? 52 graden. 52 graden, ja. Constante temperatuur. Ja, en dat zorgt eigenlijk voor dat die pees allemaal net wat zachter worden, waardoor je eigenlijk alles kan opeten en dat het vet ook lekker smelt in je mond. Dit gaan we wel gewoon in de oven bereiden, het lende gedeelte. Gaan we eerst zouten, voordat hij in de pan gaat. Er mag best wel wat zout op. Goed, we gaan richting de pan met de Ortje Blanca. Klopt. Een hele lekkere olie, ook goed om in te bakken. Vlees, belangrijk dat dat zout een klein beetje is opgelost aan de bovenkant. Zorg ervoor dat je straks een mooi korstje krijgt. Ja. Het mag allemaal lekker heet zijn. En dit is zeg maar heel kort. Dus we hoeven geen kleur te hebben nog. Het gaat erom dat hij even goed aanbakt aan alle kanten. Nee, je houdt hem ook continu in beweging. Ja. Ja. En dit is eigenlijk al genoeg. Dus even net de spanning erop zetten. Het is maar heel kort, hè? Ja, ook al is het een... De dikte maakt niet uit. Kort in de pan. Ja. En dan gaan we garen in de oven. Dit stukje is al gegaard. Dus die gaan we warm leggen straks in het warmhoudgedeelte. Deze moet wel naar over. Gaat op 130 graden. En gaat dan in de mille hete lucht over. Ja, en hoe lang ongeveer? Dat is lastig. Ik denk een minuut of 6 zal het zijn. Goed. We hebben hier wat gehakte kappertjes, pinda en daslookolie. De kappertjes gaan ervoor zorgen dat het heel zuurig wordt. Met die jus die juist heel rijk is van het kalf. En de pinda gaat zorgen dat hij een beetje bijt geeft in de jus ook. En ook net even een klein beetje zout. We gebruiken heel weinig zout eigenlijk in de basis jus. Dus daar moet hij terugkomen. Ja, dat komt daar een beetje uit terug. We gaan de broccoli op de barbecue roosteren. En dat mag best wel een beetje kleur krijgen. Daar hoef je niet te bang voor te zijn. Dat mag echt wel flink,
flink tegen het zwart aan zit, om het zo maar te zeggen. Ja, mensen schrikken daar een beetje van, maar dat moet juist. Want de broccoli bestaat voor ongeveer 1% of 90% uit water. En als je daar echt een beetje smaak aan wil geven en je wil dat het bijzonder wordt, dan moet je daar wel wat, moet je er wat voor doen. Oké, okay, dus, Green Egg stel je in natuurlijk op temperatuur. Wat is de temperatuur? Gewoon maximaal. Okay. Ja, kort, vol, ja hij, is al, hij is al gaar, de broccoli. We gaan hem alleen aan de buitenkant natuurlijk even roosteren. En dat roosteren moet ook gewoon kort gebeuren. Anders gaat hij de kans gaat verkolen. En dat willen we niet. We halen er dan nu uit. Zie je, dat mag best wel een beetje goed gekleurd zijn. Wat we vervolgens doen is gaan we dit aanmaken. Met een klein beetje limoenrasp. Wat limoensap. En picudo-olie. Waarom gebruik je de picudo? Omdat hij net iets bitters heeft. Ik vind bij het hoofdgerecht ook wel... een beetje goed bij pas dat hij net iets krachtiger is. Ja, dat hij mooi uitgesproken smaak eigenlijk heeft. Mooi. Wat is het volgende wat we gaan doen? We gaan hier een kanel maken nu van de broccoli. Dus de salade van de broccoli, dat heeft allemaal een beetje in kunnen trekken. De azijn en de olie. Ja. En je ziet ook dat je er dan een mooie kanel van kan maken. Perfecte kanelletje toch? Kijk. Die leggen we zo neer. Ja. En dat blijft dus ook gewoon helemaal rauw. Wat we gaan doen is vervolgens de daslookcreme. Gaan we op het bord dresseren. Ik weet nu natuurlijk al waar het vlees terecht komt, dus daarom zet ik stippen daar. Ik zou thuis kan je natuurlijk ook altijd doen dat je eerst vlees neerlegt en daarna de stipjes leuk ertussen zet. Wat wil jij zien? Wanneer is ze echt goed? In principe moet gewoon de garing van het vlees moet natuurlijk mooi doorgetrokken zijn. Dit is al gegaard, dus het enige wat hiervan belangrijk is dat die natuurlijk warm is. En wat we nu gaan doen is het vlees nog een keer bakken. En jij gebruikt daar weer voor? Weer de olie blanca. Ideaal hè, natuurlijk voor braden. Perfect. En dan gaan we straks afmaken met een klein beetje boter. We gaan het vlees bakken. Zorg dat de pan goed heet is. We willen dit eigenlijk in zo kort mogelijke periode wel bakken. Zodat we geen bakranden krijgen. Alle kanten? Ik doe bij dit vlees wat alleen boven en onderkant. Dat je de zijkant eigenlijk wel een beetje ontspannen houdt. En dan de bovenkant en de onderkant lekker... Daar gaat boter bij. Ja, zeker. En dan halen we hem eigenlijk ook meteen van het vuur. We willen niet dat die boter straks verbrandt. Die mag wel lekker bruneren, maar dat is niet verbranden. Ja, en het vlees komt terug. Deze hebben we al gepekeld, de rollaan, dus die gaan we niet te veel zout meegeven. Deze die mag nog wel wat zout hebben. Daarvoor gebruiken we de gesmokte pyramidzalt van Versteden. Dat is ook wel wat grover van structuur. Geeft weer net een andere beleving in de mond. Ja, zeker. En wat we erop doen om het een klein beetje speciaal te maken, is zwarte truffelolie van Valderrama. Het hoeft echt maar een heel klein beetje te zijn en dat net even een klein beetje accent. Hoe zou je het omschrijven, de smaak? Want er is een variant, witte truffel. En dit is de zwarte die je gebruikt. Ja, ik vind deze gewoon qua intensiteit niet super, niet echt zo overpowered zoals je wel zei bij truffelolie, maar heel mooi in balans. En je proeft ook dat het echt gemaakt is van echte truffels. En dat, dat wil je uiteindelijk natuurlijk hebben aan het product. Dat komt mooi naar voren. Ja. Wat we gaan doen, we gaan het vlees dan trancheren. Kijk, en dit is zoals we het in die zin willen hebben. Kijk, je ziet dat dat ook mooi rosé is. Dit is een iets ander stuk qua eiwitten dan dit stuk. Dus daarom lijkt het altijd rooier, maar dit is qua garing eigenlijk gelijk aan wat we hier hebben. De juiste cuisson en daar richting het bord. Het bord. Deze komt daarnaast. Nou ben ik heel benieuwd. Nu gaan we de stronk van het gebouwtje, de broccoli, die komt er zo schuin op. Ja, die natuurlijk even geroosterd is geweest. Ja. Vervolgens gaan we het gerecht afmaken met een aantal takjes uit eigen tuin. Gecombineerd met een kres van Koppert. Dat is de tahoenkres die we straks gaan gebruiken. Dat geeft een beetje een bossige, nootachtige smaak. Dat is natuurlijk wel leuk, omdat je nu met al die takjes en die blaadjes ook een beetje in die bosachtige sferen komt, zo om te zeggen. Ja, nu wordt er en smaak en kleur aan toegevoegd. Ja, zeker. Het is visueel natuurlijk net zo belangrijk. Smaak staat voorop. Ondertussen met de mosterdblaadjes en de tahoenkres is er nu ook wel wat ruimte om wat andere plantjes toe te voegen. En welke gaat er nu bij? Eén uit eigen tuin? Ja, dit is wilde viool uit eigen tuin. Mm-hmm. Wilde viool. En het houdt nog niet op. Wederom vanuit Koppert kres. Dit is een klein beetje waterkers. Is ook wel licht pittig. Net zoals de mosterdblad die we aan het begin erop gedaan hebben. Je wilt het liefst natuurlijk dresseren hè? Bij... jezelf, maar mag ik hem alvast een beetje draaien naar de camera? Ja, natuurlijk. We kijken heel graag met je mee.
Hoe schitterend is dit? Ja, en dan gaan we hier de tahoenkrest nog... Daar is die verkoppeld kerst erbij. Ja, het is heel leuk dat je kan spelen tussen de verschillende blaadjes die hierin zitten. Dus we hebben hier de topjes die heel fijn zijn van structuur, ook qua mondgevoel. En de dikkere blaadjes die ook weer een beetje dat vleesige geven aan de plant. Er zitten ook vaak nog van die zaaddopjes bij. Eigenlijk helemaal niet erg om die ook bij het gerecht erbij te hebben hoor. Dat kan gerust. Ja, ik vind het eigenlijk heel lekker. Voor de smaak ook. Ja. Wat we nu gaan doen is het gerecht afmaken. En dat gaan we doen met de vinaigrette. Ik heb hier de jus, die is hier van de kalf. Die is inmiddels warm. Krachtige jus. Oh, dat ruikt heerlijk. Krachtige jus. We gebruiken weinig in de eerste reductie qua groente inkoop. Pureren van groenten, dat gebeurt eigenlijk weinig. Dus wat we maken is meer een bouillon en die reduceren we eigenlijk helemaal. In die kalf. Daardoor krijg je niet zo'n hele dikke saus, maar wel heel... Niet stroop. Ja, een beetje eigenlijk meer een sterk gereduceerde bouillon, zo moet je het meer zien. Daardoorheen gaan die pinda's en die kappertjes. Ja. En die daslookolie. De verhoudingen, hoe bepaal je dat? Ja, dat is afproeven, proeven. En op een gegeven moment hebben we een melange gemaakt, om het zo maar te zeggen. En dat kunnen we nu toevoegen naar... Ervaring en naar eigen smaak. Ja. Zeker. En dat ziet er ook wel lekker gemêleerd uit, om het zo te zeggen. Ja, want dit is het laatste wat je doet. Ja, dit, nu maken we het gerecht eigenlijk af. En meer is er niet nodig. C'est ça. Dit is het. Ja, wat een schitterend gerecht. Echt perfect, hè? En pas als het perfect is, mag het mee naar de gast. Zo is het. Ja. Zo is het. Dit gaat mee. Met de kijker eigenlijk. En dat is jouw gast voor vandaag. Ja. Ik wil je bedanken namens het complete team. Ja, en u natuurlijk. Ga ervan genieten. Een mooi recept van de hand van Jos Grootscholten.